koud. 2 dagen terug uit Zuid-Afrika. En dan staat het eigen Ottercup toernooi alweer voor de deur. En daar gaat de nieuwe trainer van PSV 119, Geert Brusselers, zeer zeker van genieten. Ja, wel veel zin in. Ja. Klopt. Het is lang geleden. Ik moet zeggen, ik heb hem nog wel een paar keer gezien. Maar ik heb er zelf ook nog onderdeel van mogen zijn. En geweldig toernooi. En het is eigenlijk alleen maar groter geworden. En dit jaar moet ik zeggen dat het deelnemersveld toch wel erg uitdagend is. Ja, want dat was inderdaad vraag 2. Je hebt zelf ook een verleden met de Ottercup. Ga je die spelers nog eens meegeven daarvan, van die ervaringen? Nou, de tijd is wel veranderd, hè. Laten we het gewoon bij deze tijd houden. En ik zal ze niet vermoeien met mijn oude doosverhalen. Goed, andere tijd. Maar het principe blijft gelijk. Je kunt je meten met de top van Europa. En dat is uiteindelijk ook waar we ze voor op willen leiden. Dus moeten we ze zo vaak mogelijk in die situatie zetten. Nou, we komen net terug uit Zuid-Afrika, Durban. Waar we ook behoorlijk wat weerstand hebben gehad. Nou, nu is het een verlenging, zeg maar. Eventjes 2 dagjes thuis en we kunnen door. In Zuid-Afrika gooide PSV onder 19 hoge ogen. En dat geldt ook zeker voor aanvoerder Maarten Pijnenburg. Het team eindigde als tweede achter Arsenal. En Pijnenburg werd een aantal keer verkozen tot man van de wedstrijd. De verdediger genoot in Durban en is ook helemaal klaar voor het Ottercup toernooi in eigen huis. Ja, zeker weten. Het wordt een mooi toernooi weer. Mooi vooruitzicht. Dus we hebben er zin in. En je komt net van een ander heel mooi toernooi. Vertel eens, hoe was Zuid-Afrika? Ja, top. Was de eerste wedstrijd weliswaar verloren, maar daarna als team goed herpakt. Ja, was gewoon ervaring met het land en alles erbij. Was echt prachtig. Ja, absoluut. We begonnen moeizaam. Verliezen eigenlijk tegen de op papier minste tegenstander. Dat was een oorzaak op zich. Maakte ons daar ook niet te veel zorgen over. Maar de consequentie was wel dat we de 2 wedstrijden daarna moesten winnen om door te gaan. Nou, die win je met enig fortuin. Dat moeten we eerlijk wel zeggen. Maar we zijn, zoals dat heet, in het toernooi gegroeid. En de halve finale was heel erg goed. En ook de finale was van een hoog niveau die we doodzonde eigenlijk toch verliezen. Hier een overtreding. Maar nu kon het wel eens einde wedstrijd zijn alsnog voor de aanvoerder van PSV. Ja hoor. Die gaat eraf met 2 keer geel. Dit is toch niet de start die ze van tevoren bedacht en gewenst hadden bij PSV. Maarten Pijnenburg. Even over jouw persoonlijk toernooi. De berichten die wij hier kregen is dat jij vrij goed een toernooi hebt gespeeld. Ja, het ging aardig op de eerste wedstrijd na. Kreeg ik 2 keer geel, dus rode kaart. Wedstrijd geschorst en daarna 2 keer achter elkaar man of the match in de laatste poolwedstrijd en in de halve finale. Helaas in de finale niet gewonnen, maar dat is dan voor de volgende keer misschien. Als je kijkt naar komend weekend, Liverpool, Barcelona, Anderlecht. Het is een mooi deelnemersveld. Ja, zeker. Prachtig. We zijn misschien wel de beste clubs ter wereld, komen hier ook naartoe. Dus een mooi moment om voor onszelf ook te meten waar we staan als team. PSV begint het toernooi vrijdag bij de wedstrijd tegen FC Barcelona. Verder zijn de Japanse Omiya Ardia en Anderlecht de tegenstanders. Dinsdagavond kwam de ploeg van Brussels pas terug uit Zuid-Afrika. Maar bang voor vermoeidheid is de trainer zeker niet. Nou, we hebben in Durban wel het principe gehanteerd. We zijn er met 20 man naartoe gegaan. En we hebben die evenveel speelminuten kunnen geven. Ook nog even afhankelijk van de leeftijd die ze hadden. Dus daar konden we een beetje een balans in maken. En dat gaan we nu weer doen. Dus we hebben behoorlijk wat spelers waar we uit kunnen putten. Dat is een ploeg die heel goed aan elkaar gewaagd is. Dus veel kwaliteitsverschil zit er niet tussen. Dus dat is een luxe. Dus we hoeven geen roofbouw te plegen. Dus ja, is het te weinig? Tot nu toe hebben we het goed overleefd en we denken dat we dit toernooi ook op een juiste wijze en verantwoorde wijze kunnen aanvliegen. Waar hoop je zelf op? Ja, natuurlijk korte winst. We gaan ervoor met als het hele team en ik denk dat iedereen ook wel vertrouwen in heeft. En vertrouwen hebben we ook kunnen putten uit de toernooi in Zuid-Afrika. Dus ik zou zeggen, hier kunnen we er ook voor gaan. Het toernooi heeft met Barcelona, Paris Saint-Germain, Liverpool en natuurlijk PSV zelf een geweldig deelnemersveld. De jongens in het rood-wit zijn van plan om er voor zichzelf en voor de fans iets heel moois van te maken. Voor mijzelf, ja, gewoon een mooi publiek dat er veel publiek is. En het weer voor mij hoeft niet te warm te zijn. Ik ben niet zo'n warm weervoetballer, maar ik denk als het een beetje heeft geregend, het zou wel lekker zijn eigenlijk.
genoeg ambitie in die ploeg dat we iedere keer voor die winst willen gaan. Maar even vanuit de doelstellingen, vanuit PSV en vanuit mezelf, is dat die jongens die moeten beter worden. En als je tegen Barcelona kunt spelen, of je kunt tegen Liverpool spelen, of tegen Anderlecht en al die anderen, ja, dan krijg je de weerstand die jou laat groeien als je dat goed doet. Nou, wij moeten de omstandigheden creëren waarop zij kunnen groeien en de juiste informatie meekrijgen om de volgende keer er nog beter uit te komen. Dus die doelstelling is, maar ja, als we dan toch op het veld staan, dan willen we ook winnen. Dus daar verandert niks aan. Maar we hebben niet van, nou, we moeten de finale bereiken of de halve finale. Maar goed, ik vind altijd wel dat het organiserende team zo hoog mogelijk moet eindigen. Verplicht, ja, ik weet niet of het verplicht is, maar ik vind dat je misschien ook wel een beetje aan je standaard verplicht bent. Dus daarin zullen die jongens ook wel gebrand zijn en ik ook.